Het ergste dat de mensheid kan overkomen Het is niet een meteorietinslag, niet luchtvervuiling, niet de klimaatverandering. Waar u waarschijnlijk niet bang voor bent, maar wel goed over na moet denken, is kunstmatige intelligentie. We hebben het groot neergezet zodat u het goed ziet. Stephen Hawking, de wetenschapper, hij zegt het: kunstmatige intelligentie kan onze beschaving zelfs verwoesten. We cannot know if we will be infinitely helped by AI or ignored by it and Or destroyed by it. Hawking vindt dat we dringend een manier moeten verzinnen om computers te kunnen blijven controleren. Want mensen kunnen nu computervirussen ontwerpen en dan is het volgens hem een kwestie van tijd totdat iemand een virus ontwerpt dat zichzelf blijft perfectioneren en daarmee onverslaanbaar wordt, net als bepaalde resistente bacteriën. Verder denkend is er het gevaar van zelfdenkende krachtige wapensystemen die zelf besluiten wanneer een aanval wordt ingezet. Afgelopen zomer kwam het wel heel dichtbij met Facebook. De spraakrobots van Facebook ontwikkelden razendsnel een eigen taal die alleen zij begrepen en waar de onderzoekers geen touw meer aan vast konden knopen. Facebook stopte onmiddellijk met het experiment. En dan hebben we nog deze robot, Atlas van Boston Dynamics. Hij kan zelfstandig door dit besneeuwde bos lopen en let op, als hij dreigt uit te glijden, daar komt hij, dan herstelt hij zichzelf. Nu kan die nog niet met een wapen omgaan. Maar wat als iemand dat programmeert? Of erger nog, als hij dat zelf weet te ontwikkelen. En de ontwikkelingen gaan heel snel. Vorig jaar werd wereldwijd nog ongeveer 8 miljard dollar aan ontwikkeling van kunstmatige intelligentie uitgegeven. Dit jaar stijgt dat met 60% naar 12,5 miljard. En dat loopt op naar maar liefst 46 miljard dollar in het jaar 2020. Nog maar iets meer dan twee jaar van ons verwijderd. Hawking bedoelt natuurlijk niet dat we moeten stoppen met het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Wel dat we maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat robots hun eigen leven gaan leiden en wij de grip op onze eigen uitvindingen verliezen. Misschien moet alle kunstmatige intelligentie wel voorzien worden van een kill-switch, zodat we een soort van noodrem hebben. Als we dit probleem op weten te lossen, dan kunnen we robots de mooiste dingen laten doen zonder bang te hoeven zijn dat ze ons gaan dirigeren.